Dit is rauwe lever. En dit is een Happy Meal. I know, het ziet er veel lekkerder uit. In deze video ga ik leren hoe ik deze Happy Meal binnen 1 minuut kan opeten. Lukt het me niet, dan mag ik het nog 1 keer proberen. Nee, dan vervangen we de Happy Meal met die rauwe lever. Om uit te leggen waarom ik dit zo snel wil kunnen eten, moeten we even terug naar 2006. Ik zat achter in de auto en zag een grote magische M langs de snelweg. Dus ik vroeg aan mijn vader of we daar mochten eten. En hij zei... We hebben thuis McDonald's. Nee, oké, dat zei hij niet. Aangekomen in de Mac, eten besteld. Ik toon toe blij met mijn broodje, mijn frietje en mijn drinken. En ik begin te eten. Langzaam. Mijn pa zegt al, eet door, ze gaan straks dicht. Ik eet nog steeds. Langzaam. Broer, tjap, ze gaan dicht. Tot opeens de klok op 8:58 stond. Over 1 minuut gaan ze dicht. 1 minuut? Ik ben nog niet eens klaar. Ik kantel al die frietjes. Ik kantel die hele beker met drinken. Maar... toen ik was starten met mijn broodje, was het al te laat. Het was 9 uur. De McDonald's ging dicht. Mijn vader sleurde me mee naar buiten. En ik heb dat broodje nooit meer teruggezien. Dramatisch, hè? Ik moet het rechtzetten. Dus in deze video ga ik leren hoe je een Happy Meal binnen 1 minuut kan opeten. Enige probleem? Over 3 dagen ben ik jarig. En dan zie ik de boys. Ik moet op mijn verjaardag laten zien dat ik het in een minuut kan eten. Ik heb dus 3 dagen de tijd om te oefenen. Oh ja, en nogmaals, mocht het me niet lukken, moet ik rauwe lever eten. En daar heb ik niet zo'n zin in. Ik ben een hele snelle eter en dat ga ik jullie laten zien met mijn eerste poging Happy Meal eten. 3, 2, 1, go! Urgh. 2 minuut 26, jongen. Ik vind het nog aardig snel. Ik weet dat je niet blij bent, maar ik vind het een mooi begin, man. 2 minuut 26, ik doe het je niet daar. Oké, dit ging echt helemaal fout. Ik moet weten waar dit fout gaat. De Happy Meal bestaat uit 3 delen. Een klein drankje Sprite, klein zakje friet en een klein visburgertje. Precies dezelfde Happy Meal als die ik in 2006 niet opkreeg. En voor elk onderdeel is er een tactiek. En deze tactieken neem ik over van wereldkampioen Happy Meal eten met Stony. Amerikaanse wedstrijdeter die heel snel kan eten. Kijk hoe snel hij deze Happy Meal chapt. 15 seconden. Hier ga ik dus heel veel van kunnen leren. Ik heb kapot veel filmpjes van deze man bekeken en onderzocht. En ben er eigenlijk achtergekomen dat er 3 punten zijn die altijd terugkomen wanneer hij aan het eten is. Wat mij eigenlijk het meest opvalt over de manier hoe Matt Stoney eet, is dat hij met zijn happen een rondje maakt om de burger. En dat is denk ik een tactiek die ik me ook moet gaan aanhouden. Op deze manier ben je veel sneller dan de normale hap-hap-slik-slik techniek. Ten tweede, een klein maar heel belangrijk detail. Het drankje is je allerbeste vriend. Steeds een klein slokje erachteraan helpt met het zacht maken. En daardoor heb je het sneller weggewerkt. En ten derde, alle frietjes in 1 keer. Dus ik weer naar Mackey D's. Zie je wat ongezond eten met je doet? Ik ben nu al ziek. En ik haal er 1. Nee, ik haal er 2. 2 stuks, ja. Ik haal er 3. 4. Ik heb er 4 gehad. Geen zorgen hoor, ze zijn niet allemaal voor mij. Hoe graag ik het ook zou willen. Ze zijn voor mijn boys. Want ik dacht ze uit om ook een Happy Meal binnen 1 minuut te eten. Dit zijn mijn boys. Nebil, a.k.a. Nabriz en Soef. Dit is Soef. En Soef is de allersnelste eter die ik ken. Soufiane is ook een hele snelle eter. En Nebil is ook een hele snelle eter. Nee. Nebil is de allertraagste eter in heel het universum. Kennen jullie de muurschildering Het Laatste Avondmaal? Als Nebil in die tijd aanwezig was, was het nooit een schilderij geworden, maar stond die tafel daar nog steeds. Omdat Nebil dan nog steeds aan het eten was. Soef, 3, 2, 1 en go! Hey, les man. En dit is het moment dat Soef beseft dat dit veel lastiger wordt dan hij dacht. Er is een hele specifieke reden waarom ik dit broodje niet op kon. Ja, ik was een hele langzame eter. Maar er is nog 1 ander probleem. De McFish. Het visburgertje wat je kan krijgen bij een Happy Meal is het droogste broodje. Maar echt het allerdroogste broodje. Noem maar alle droge broodjes. Noem ze alle 100. Ik zweer het je, die McFish staat helemaal bovenaan de lijst. Ah, hoe ver zijn we gekomen na 1 minuut? Dit is hoe ver ik ben gekomen in 1 minuut, man. Depressief, hè? En als Soef het niet kan, ja, dan maakt Nebil ook heel weinig kans. 3, 2, 1, go! Ja. Ik weet ook niet. Ik heb 2 Happy Meals voor mezelf, maar wat ik wil doen is dat ik 1 van de 2 opsplits in de 2 objecten. 3, 2, 1...
En ik begin gelijk goed. Tip nummer 1, een rondje om de burger. Werkt super goed. Volgens mij is op dit moment al 30% van de burger verdwenen. Tip 2, kleine slokjes drinken nemen. En holy, dit was de beste tip ooit. Het eten wordt lekker zacht in je mond, maar niet te zacht dat je moet kokhalsen. Je kan het snel wegslikken. Perfect. En ik stopte hem nog later. Dat is nice, man. Dat is nice. Hey. Boom. Tip 3. Alle frietjes. Werkt perfect. In combinatie met ook nog eens die slokjes van tip nummer 2 was ik klaar voor ik het wist. 41. Dit is een dikke progressie. Want in totaal is dat dus 1,5 minuut. Dat is keigoed. Bijna een hele minuut sneller dan mijn eerste poging. En dat gewoon puur na een beetje tactiek leren. En nu begin ik eigenlijk pas echt het gevoel te krijgen dat het misschien nog gaat lukken ook. Dus met deze volle zelfvertrouwen wou ik gelijk beginnen aan mijn tweede poging. 3, 2, 1. Als het opgesplitst in 1,5 minuut komt, dan moet dat in één keer toch ook 1,5 minuut kunnen? Nope! Ja, ik heb de tips toegepast. Maar dit is al de derde Happy Meal vandaag. Hallo, ik kan eigenlijk niet meer. Er is de tijd. Nope, dat was hem niet, man. En het zal je trouwens ook niet verbazen dat als je zoveel hebt gegeten, je je vast wel heel erg super slecht voelt. Weet je wat het is? Die hele maaltijd bevat 500 calorieën. En dat is nu niet heel veel. Maar ja, als je er 2 achter elkaar kantelt binnen 5 minuten. En ook nog eens een derde hebt gehad 2 uurtjes geleden. Nou, geloof me, dan voel je je slecht. Het is ook echt niet het gezondste wat er bestaat. Kijk wat er allemaal in die friet zit. Aardappel, oké, olie, zout. Maar wat is dit? Ik moet zeggen dat het zelfvertrouwen nu een klein beetje aan het verdwijnen is. Gewoon puur omdat het niet zo heel goed ging. Hopelijk lukt het, want ik heb echt geen zin in die lever. En toen begon dag 2. Technisch gezien ben je tijdens zo'n poging keihard tegen je zin in aan het eten. Tenminste, ik weet niet wie dit voor zijn plezier doet, maar ik niet, man. Ik doe dit echt flink tegen mijn zin in. En daar heb ik moeite mee. Dus moet ik het tegen je zin in eten? Train. Alright, welkom. In mijn dungeon. Ik heb daar net weer zitten. In deze dungeon ga ik 3 oefeningen uitvoeren die ervoor gaan zorgen dat ik beter word in het eten tegen je zin in. Oefening 1. Bij deze oefening eet ik het welbekende visburgertje, maar mag ik mijn hele visburgertje in water dippen en dan opeten? Oeh. Tel je af? 3, 2, 1, go! Niet lekker, man. Hey, joh, dat heb ik je ook wel kunnen vertellen. Oké, nu heb ik een nieuwe challenge voor je. Drink het water. Oefening 2. Dit zijn een van de meest pittige noedels in heel de wereld. Heel veel mensen kunnen het ook niet opeten, juist puur omdat het zo spicy is. Mijn opdracht, chop dat hele pak in één keer op. Spiciness valt wel mee. Maar toen kikte hij in. Oh nee. Oeh, hij is wel heel pittig. Mijn bek stond in de fik. Nee, Ben. Mijn hele bek in de brand. Maakt water het niet erger? Ja, het maakt het veel erger. Ik heb smintjes, hoor je die? Ja, dat gaan we doen. Ja, we maken het nog even veel erger. Minder. Oh, nee, Ben. Oh. Nee. Eet dat smeertje en dan moet je water drinken. Oké, okay. Hoeveel? 1, 2? 2, doe maar 2. 2 stuks. Kijk eens. 1, 2. En kauwen. Als je mond in de fik staat, moet je echt niet iets met menthol gaan nemen. Want dan verandert het gevoel naar dat je mond in brand staat en je ook nog eens spijkers aan het eten bent. Oh, nee, Ben. Oh, die smetjes maken veel erger. Ik ben echt geen goede vriend. Nee, je bent geen goede vriend. Oefening 3. Weet je nog wat ik aan het begin zei? Mocht het me niet lukken, moet ik rauwe lever eten. Ik denk dat het me wel gaat lukken, maar er is een kans dat het me niet gaat lukken. Dus ik wil gewoon alvast wennen aan de smaak van rauwe lever voor het geval dat het me niet lukt. Oké? Nebil heeft hele lastige vragen voor mij bedacht. Geef ik antwoord op de vraag goed voor mij? Geef ik geen antwoord, mag ik genieten van een koud, rauw, sappig, juicy stukje lever. Blijf kijken trouwens, hè, want dit is nog niks. Wat heb je lief? Appelsap of jus d'orange? Dat valt mee. Ja. Ik denk appelsap, man. Oké, okay, goed antwoord. Tweede vraag. Met wie zou je liever nooit meer praten? Met je moeder of met je vader? Die vraag ga ik niet beantwoorden, man. Je weet wat dat betekent. Oké, we beginnen met de kleine. Het is gewoon Haribo, toch? Nee. Het is gewoon snoep, toch? Nee. Het is snoep. Dat is echt smeren. Het is snoep. Ai, nee.
Wie was een beter mens? Dus... 朋友是一个坚韧不拔的纪录片 在香港 Devin Ik kan hem ook niet beantwoorden. Haribo toch? Haribo. Kauwen. Liever dat je zoet. Of je Monika kan je zien. Hoe ben je op dit idee gekomen? En voor ik het wist, was het alweer dag 3. Holy shit, vandaag moet ik het laten zien, mensen. Ik ben best wel zenuwachtig, om heel eerlijk te zijn. Tenminste, niet ik hier, ik heb nu alles opgenomen, maar... Voor ik het wist, was het alweer zover. Ik was bij mijn vrienden. Dit is het moment. Het moment waarvoor ik heb getraind. Het moment waar ik kennis voor heb opgedaan. Waarvoor het meerdere keren fout is gegaan. Dit is het moment waarbij ik mezelf heb gemarteld. Met die zware training waar ik rauwe lever heb gegeten terwijl mijn gezicht in brand stond en de vis van de visburger waarschijnlijk nog in mijn maag aan het zwemmen is. 3, 2, 1, go! Dit is het moment dat ik het recht zet. Dat ik in 2006 mijn visburgertje moest achterlaten. Dit is het moment dat ik een Happy Meal binnen 1 minuut ga opeten. En het ging goed. Ik voelde me goed. Het eten ging goed. Mijn frietjes waren al verdwenen. Er is niks meer wat fout kan gaan. Ik hap door en door en door. Dit gaat mij lukken. Damn. 1,28. Ai nee. Je weet wat dat betekent, hè? Dit is echt... Ai nee. Gewoon lekker, toch? Gewoon lekker, toch? Ja, man. Chop het. Abonneer.